In de eerste plaats wordt bij een vervanglens, waarbij je eigen lens dus eruit gaat en die kunststoflens op die plaats terugkomt, wordt er een situatie geschapen, dus boven een bepaalde leeftijd, je oog verandert niet meer, die lens blijft op de exactezelfde plaats zitten, die gaat ook niet naar voren en naar achteren en de helderheid en de sterkte van die kunstlens veranderen niet meer. Dat betekent dus dat die correctie blijvend is voor de rest van je leven. Nu zijn er dus ook lenzen, multifocaal lenzen, die behalve de verte ook dichtbij proberen te corrigeren. Die zijn er tegenwoordig in verschillende types. Er zijn types waarbij je dus in de eerste plaats ook behalve verte onafhankelijk ook minder afhankelijk wordt van je leesbril. Je hebt hem gewoon niet zo vaak nodig, maar als je een boek wil uitlezen heb je hem wel nodig. En er zijn types multifocaal lenzen waarbij geprobeerd wordt juist die dichtbij focus sterker te maken. Waarbij je dus ook inderdaad echt leeswerk kunt doen zonder bril. Maar dat zijn weer lenzen waarbij de tussenafstand weer wat zwakker is. En waar je misschien voor de tussenafstand, bijvoorbeeld voor computerwerk, een bril nodig hebt. Wat wij dus proberen bij vooronderzoek, om te kijken dat afhankelijk van het beroep en de bezigheden van de cliënt, dat we dan kijken wat dus de beste implant-vervanglens is om zoveel mogelijk bril onafhankelijk te worden.